Achter de winkelpui op nummer 37 in de Grote Straat in Almelo tussen KPN en Talamini is via een gangetje een bijzonder pand te vinden onder nummer 35A. Rond 1800 stond het pand op naam van Johannes Engberts en Harmina van Dijk. Tot 1910 hebben de nazaten van Johannes Engberts in het pand gewoond. Sinds 33 jaar is Laura Eeftink de bewoonster van dit pand. Zij kan het een en ander vertellen over de prachtige pareltjes die deze woning herbergt. Wanneer ben je hier precies komen wonen? Ik ben hier komen wonen in begin 1984, 33 jaar nu. Tuurlijk, ik kwam hier binnen en ik kreeg eerst een ander gedeelte van dit huis te zien. En daarna, ik had de opmerking gemaakt van, goh, wat vervelend dat die buren van mij zo dicht bij me wonen. En dat ik dan met hun gelijk gebruik moet maken van die tuin. Dat vind ik niet zo leuk. En toen zei degene die het ging verhuren, die zei tegen mij van, ja, maar kom er even mee. Ze begon heel smerig te lachen. En toen werd deze deur voor deze kamer werd geopend. En toen zei ze, als je dat huurt, krijg je dit erbij. Oeps. Toen schrok ik even, want ik denk, zoveel spullen heb ik helemaal niet. Hoe moet dat opvullen? Dus maar uiteindelijk zag ik dus ook de sekko's. Ja, dat was natuurlijk wel heel erg apart. Ja, je begint ineens over de sekko's. Wat kun je vertellen over deze bijzondere schilderijen? Ik weet dat het op de muur geschilderd is en dat het geen fresco is. Fresco zit in de muur, als ik mij niet vergis. Maar dat wil ik niet zeggen. Maar hoe zijn die eigenlijk tevoorschijn gekomen? Ja, dat is een leuk verhaal, want er was hier een huurder, meneer Gesinus Koolhof. Die wilde hier gaan witten in plaats van het behang wat hij zag. Dat was niet van zijn tijd, zeg maar. En toen is hij begonnen om al dat plaksel eraf te halen. En toen ontstond er dus een gedeelte van een sekko. En toen zijn ze heel voorzichtig te werk gegaan. Ik geloof wel dat ze meteen iemand hebben gevraagd van, wat moeten we hiermee, wat kunnen we ermee? En toen zijn ze echt heel voorzichtig te werk gegaan. Nou goed, alles is eruit gekomen. Ze hebben het schoongemaakt. Eentje die was een beetje kapot, die is een eentje verder daar. Ziet u zo meteen wel. En daar hebben ze een beetje overheen geschilderd. Voor de rest was er op de schouw was er ook nog een heel groot kruis. En om dat een beetje te laten herleven, heb ik daar een Johannituskruis opgehangen, aangehangen. Nou, dat was dus wel heel apart. En het huis op zich, de ronde kast die daar is, dat is natuurlijk ook wel iets wat niet iedereen in zijn huis heeft. Ja, helaas de leidingen. Maar ja goed, het was allemaal nog in de periode dat dus al dat behang erop zat. Dat ze dat niet beter hebben weggewerkt, ja, dat is wel jammer. Ja, maar hier zijn ook nog hele hoge plafonds en hoge balken. Ja, ja. Qua stookkosten is het duur. En dan vervolgens een heel klein deurtje om in een volgende vertrek te komen. Ja, precies. Dat maakt het wel bijzonder. Het is een heel apart, ik noem het maar een beetje een historisch huis. Ja, een toch historisch wel. Pand. Heel historisch. Maar de betekenis van deze schilderijen, is dat al een beetje achterhaald of is en blijft dat moeilijk? Ja, dat blijft een beetje gissen naar de waarheid. Deze achter mij, die heeft het meest betrekking op de Hagengracht. Mijn huis loopt ook een beetje schuin af, zodat het overvloedige water aan regen enzovoort, dat naar de gracht afgevoerd werd. Ja? Vroeger was hier een gracht, heb ik begrepen. De Hagengracht was een gracht, ja. Ja. Maar dat is lang echt een gracht. Dus. Ja. Zolang voordat ik geboren werd, was die weg. Toen had je nog van die scheidhuisjes, die kun je daar nog wel zien. Dan kon je dus zo vanuit het zogenaamde wc, plop, ja. Ging de ontlasting enzovoort, ging de gracht in. En dan tevens even lekker te vissen. Hey, wat heb ik nou weer aan mijn hengel hangen? Dat kunnen zo'n bijzondere boodschappen zijn. Hele bijzondere boodschappen. Maar de schilderijen bekijkend lijken de bomen wel door de een en dezelfde kunstenaar gemaakt te zijn. Ja, daar heeft het alle schijn van. Ja, en dan hangt er natuurlijk wel vrouwen justitie aan. Ja, dat is natuurlijk het grote vraagteken, want daar weet niemand echt wat van. Ik heb me laten vertellen dat hier in deze kamer ook tijdelijk het recht gesproken werd. En in een ander vertrek, waar niets meer zichtbaar van is, dat het een tijdelijke opsluiting was, kun je alleen buiten nog wat tralies zien. Maar daar werden dan mensen even
neergezet om, misschien te laten... Afkoelen, ja, zou kunnen. Ja, want de echte herkomst is niet duidelijk. Nee. Nee, daar moeten we de Almeloze bevolking maar voor inschakelen. Ja, als zij iets weten, dan komt u maar met uw verhaal.